Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe gameplay van The Sims 4. Waarbij ik sowieso even eerst even de geluiden staan. Het geluid wordt zachter, het wordt zo luid. Kan ik ook ervoor zorgen dat... Kan ik ook zien hoe... bepalen hoe lang de levensduur van de sim is? Nou, je kunt kiezen tussen kort, normaal en lang. Ik weet het, Sims 3 kon je kiezen tussen... Kon je zelf kiezen hoeveel dagen je had. Ik weet dat had ik met seizoenen, geloof ik. En had ik elke seizoen had ik 7 dagen en probeerde ik elke leeftijd 28 dagen te houden. Behalve dan mijn put of zo, dat ging niet zo lang, dacht ik. Maar putters zitten hier niet in. En sowieso moet ik ook zeggen van... dit deel zal wel vaker een paar keer dat je rekening moet houden dat dit... deze gameplay vaker een paar keer stop zou liggen, omdat er ook waarschijnlijk ook uitbreidingspakketten uit zou komen, wat ik... En dan... Dus dan wordt het misschien dan wel weer opnieuw opgepakt. Ik weet ook niet hoe lang het gaat duren. Misschien is de eer gaan de eerste video alleen overladen en Sims creëren. Dus ik wil eerlijk gezegd niet de... lange video's maken, omdat het ook een simulatiespel is, net zoals SimCity. Maar goed, laten we eens beginnen. Als het te lang mocht laten, dan zorg er wel voor dat ik even stop met recorden en dat we dan nog doorgaan. Oké, we hoeven niet eens te laden, we gaan meteen naar Sim creëren. Dus ga ik eens eerst demonstreren. Persoonlijkheden. Bekend, dan hebben we al 10 inderdaad, jong volwassenen, en dan ouderen. Wat is dit? Kies een doel. Kies een eigenschap, Voor doel, ja. Hallo, kan ik niet terug? Oké, zo kun je terug. Helder, wat is dit? Quick see for soon. British Yix. He chewed up a zunya. Is waarschijnlijk de stem of zo. Skimbo Unabla. Ik zou wat meer dingen willen veranderen. Kan ik niet meer dingen veranderen? Of moet je op alles klikken nu? Je moet op alles klikken. Eens kijken wat kunnen we doen. Kan hem roze haar geven. Blauw haar zelfs. Oké, we hebben hier nog meer kapsels. Ja, het is eventjes... zoeken natuurlijk in het begin. Hmm.
even kijken. Dat is eigenlijk zoals voorspeld, de eerste video's waarschijnlijk alleen de Sims creëren. Haar, ik denk dat we net bij het haar waren. Oké. Dat doet niet meer als dat, lijkt me. Maar is de kleur? Kun je niet echt sportief, nacht, feest. Maar ik denk dat we daar dadelijk pas komen. Hoofdtekst. Ik ga even niet met een hoofdtekst. Welke kleur ogen? Ik kan rode ogen hebben. Ik kan ook zwarte ogen. Ik ga voor de blauwe ogen. Make-up gaan we er maar niet voor. Kijk, hoe gaan we nu weer? Zo dus. T-shirts. Oké, trui, tanktops, overhemden, sweatshirts, colberts, polo's, gilets of sinds gilets. Oké, soort van jasjes, neem ik aan. Dat bevalt je lichaam. Uitgelichte looks. De broeken. Ja, het is eventjes even steeds zoeken naar alles wat je doen bent. Ik ga ook niet zozeer op de camera letten. Even kijken hoe lang ik precies record vandaag en dan even kijken hoeveel delen dat precies zijn. Ik neem aan dat je niet dat je niet 40 minuten van dezelfde video wilt zien. Of ik moet misschien een keer een speciale editie maken. Dat is een erg korte broek. Oh ja, die broek, die moderne broek, die ken ik wel. Toen gewoon een spek. Geef me dan iets donkerder. Hij heeft trouwens wel een ketting en zo, om zie ik nu. Ik wil eigenlijk. Nee. Make-up, accessoires. Oké, dan hebben we nog die ketting, ik heb geen idee waar ik die moet vinden, hier dus. Ik zou het de vrouw ook de ketting kunnen geven. Dat broek en zo hebben we toch eigenlijk al gehad, lijkt me zo. Waarschijnlijk kun je nog veel meer, maar dat is echt allemaal niet echt aan mij besteed. Het zijn instappers. Sloffen, gimpen, laarzen,
Sandalen. Sandalen kun je maar één van kiezen. Ik kan hem konijnen geven. Gimpen, laarzen. Waarom laat ik hem niet gewone schoenen nemen? Wat zijn gewone schoenen? Instappers? Ik heb geen idee. Maar waarvan niet die? En dan... iets meer bruinig? Ik denk zoiets. Doelkeuzes. Afwijkend. Schilkerig. Creativiteit. Een dromer. Gromers krijgen beste poes voor als ze fortuin, zakelijke stimmens en bla bla bla, gezin, uiterlijk bla bla bla, kennis, snelle leerling bla bla bla, liefde aantrekkelijk bla bla bla, natuurverzamelaar, is misschien wel wat, sportief, goed, maar laat ik die doen. Serium Anticus hebben we dan. En we hebben Zielsverwant. Laten we die dan maar doen. Dat lijkt me beter. Bonus eigenschap.